nieuwe aflevering van Paul Jambers. Vandaag ontmoet ik niemand minder dan Wilfila. Wilfila is de grootste veldheer onder het gezag van Odoaker. Odoaker is natuurlijk de barbaar die Romulus, de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk, van de troon heeft gestoten. Wilfila heeft ons toegestaan hem een tijdje te volgen. Kijk, daar komt hij al aan. Wilfila, hoe gaat het met u? Goed, Paul. Bedankt. Zeg eens, wat zijn uw plannen voor de komende tijd? Ik ga op zoek naar Aurelius. En waarom wel? Wel, daar zijn drie redenen voor. Ten eerste, hij heeft mijn gezicht verminkt. Vroeger zag ik er zo uit. U ziet nu zeker afzichtelijk uit. Ten tweede ben ik op zoek naar dit zwaard, die hij bij zich heeft. En ten derde verkeert hij in het bijzijn van Romulus, wiens hoofd ik naar Odoaker moet brengen om het mijne te sparen. Oké, Wilfila. Ik stel voor dat we op pad gaan en dan kunt u me tonen wat u zoal uitspookt. Dat is goed. We hebben Aurelius en zijn reisgenoten nu al enkele maanden achtervolgd doorheen Europa. Het ziet er naar uit dat ze het kanaal zullen oversteken richting Brittannië. Wij zullen hen dus achterna gaan. Het is reeds avond en we zijn in Brittannië aangekomen. Maar we zijn het spoor van Aurelius en zijn reisgenoten kwijtgeraakt. Wilfila, wat nu gedaan? Wel, ik zie daar een lelijke, etterende, stinkende, seniele, dementerende, beschimmelde, oude, homofiele visser en ik ga hem ondervragen. Jij daar, lelijke, etterende, stinkende, seniele, dementerende, beschimmelde, oude, homofiele visser. Ja. Is er hier een midden gepasseerd die een zwaard zoals deze bij zich had? Jij, 3 tomaten, 1 komkommer, potje van het lelijke, etterende, stinkende, seniele, dementerende, beschimmelde, oude, homofiele visser. Ja? Maar ik ben helemaal geen visser. Zwijg! Vertel op, waar zijn ze? Ze zijn daar. Kom, we gaan erop af. En zo volgen we ze doorheen Brittannië, tot we opnieuw hun spoor kwijtraakten. Wilfila zal dus hulp gaan vragen aan Vortigern, de huidige leider van Brittannië, die gekenmerkt wordt door een gouden masker dat zijn afschuwelijk gelaat verbergt. We zullen nu het kasteel binnengaan. Help mij, ik ben op zoek naar mijn vijand die een waardevol wapen bij zich heeft, namelijk dit zwaard. Als u me helpt mijn vijand te vernietigen, zal ik het aan u geven. Trouwens, draagt u normaal gezien geen gouden masker? Het wordt momenteel gepolijst, maar ik ga akkoord met je voorstel. Je zult de beste hulp ontvangen die er is. Wilfila werd bekend als een zeer gruwelijk man in heel het Rijk en slaagde er ook in om het zwaard van Aurelius af te pakken. Maar Aurelius en zijn reisgenoten konden ontsnappen. Dit gebeurde allemaal in een zeer gewelddadige veldslag, maar deze zullen we niet laten zien om jullie tere zieltjes te sparen. Het bevatte namelijk te veel naakt. Zo, Wilfila, je hebt het zwaard in je bezit. Herinner je je nog je belofte? Jazeker, heer. Hier heb je het zwaard. Zo, nu ben ik onherkenbaar en denkt iedereen dat ik Vortigern ben. Het is tijd om Aurelius eindelijk eens een lesje te leren. De geruchten doen de ronde dat Aurelius en zijn makkers zich verschuilen in een fort in het noorden. Wilfila trekt er naartoe en treft ze daar inderdaad aan. Daar is Vortigern. De aanval! Nee, ik heb jullie beet genomen. Ik ben niet wie je denkt dat ik ben. Huh? Het is Wilfila! Inderdaad.
Inderdaad, Aurelius. Je laatste uur heeft geslagen. Wilfila, waarom loop je zo traag? Oh, sorry. Ik liep me even meeslepen. Nee, Wilfila, jij gaat eraan. Met deze bom. Ja, gast, stop er maar mee. Bommetjes, dat mag niet, hè. Stop er maar mee, ga maar naar huis, boetje pakken en wegwezen, hè.